Welkom terug YouTube bij de training. Vrij saai waarschijnlijk, maar weer in de studio voor een pool day. Al materiaal nog ingezet. Ik ga rustig opwarmen. Absoluut niks geks. Ik ga hier gewoon een beetje zoeken hoe ik deze ga doen. Ik wil die unilateraal lat pull-down doen en echt onder de lats aanspreken. Dan zie je, ik heb die handles hier. Ik kan ze niet echt hier in de zijkant vastpakken, omdat ik moet zo gaan zitten op dat zetelje dan komt die stang eigenlijk bijna in mijn gezicht. Daar met die handles. Het is niet om fancy te doen of weet ik veel wat. Nee, dit is gewoon omdat de machine het anders niet echt toelaat om dit te doen. Als ik ze hier wil gaan pakken waar ik ze wil pakken, moet ik vrij van het zeteltje af gaan zitten. Dan kan ik me niet meer te goed stabiliseren. En ja, komt deze voorste kant van de handvat in mijn gezicht als ik in die positie wil gaan zitten. Of ik moet bijna van het stoeltje af van achter. Op zich een zeer goede machine. Als je zeker schillet pulldowns wilt doen. Maar voor ze unilateraal te doen, heb ik wel deze D-handles nodig. Dus ga het ook gewoon doen. Is dat een magische oefening? Nee, niet per se. Maar ik heb stabiliteit. Dus ik doe deze oefening eigenlijk een quasi iliac lat pulldown. Of een front lever pulldown. Op deze manier op een machine. Omdat ik vind met de kabel op mijn knieën zitten, met een bankje, heb ik te veel instabiliteit en kan ik niet al mijn kracht uit mijn rug halen. Ik wil geen energielekken hebben, zoals op mijn knieën zitten, zoals op een bankje zitten dat het beweegt. En daaraan energie verliezen en niet maximaal uit mijn rug kunnen halen. Dus daarom op de machine en dan met die handles moet wel gewoon kunnen. Dus even opwarmen en dan gas geven. Drie platen per kant wel goed voelen. Niet extreem veel opwarming nodig hier. Hè. Gewoon een paar setjes gewicht opbouwen naar een werkgewicht dat comfortabel voelt. Deze voelde al redelijk zwaar, maar wel onder controle. Ja, zoals altijd, intra-workout, dextrin. Waarom? Fucking calorieën.
Ik zou dit niet doen, moest ik de calorieën niet binnenkrijgen vandaag. Ik zit momenteel op 6400 calorieën, of toch bijna. Tussen de 6,3, 6,4. Dus zaken zoals dit zijn een enorme meerwaarde om het allemaal binnen te kunnen krijgen op een dag. Ik implementeer momenteel ook chocomelk. En voor iedereen die gaat zeggen dat is gestolen van Sulek. Nee, dat is niet gestolen van Sulek. Ik doe dit al fucking jaren, chocomelk. Dit is niet de eerste bulk dat ik chocomelk gebruik. En ook zeker niet de laatste. Ik snap dat hij het heeft gepopulariseerd. Maar ik doe dit al. Ik moet al zo lang zoveel calorieën eten. Chocomelk is altijd een standaard geweest. Zo'n liter per dag, diep in de bulk. En niet dat we nu gek diep zitten, hè. Ik bedoel, ik zit nu 8 of 9 weken in. Ik ga niet van buiten. Maar ja, het zijn gewoon zoveel calorieën. Allee, stel je voor, 6400 calorieën iedere fucking dag gaat je gewoon voelen. Maar nu dus werksets. Ik ga hier 3 werksets doen. Als die goed voelen. Ik ga weer al, hè, zoals altijd, fucking straps gebruiken. Omdat ik mijn grip niet... ik wil mijn grip gewoon onder controle houden. En dat mag niet de limiterende factor zijn. Dus straps. Waar let ik vooral op bij deze oefening? Dat ik mij hier goed vasthoud, dat ik stabiel blijf. Als ik naar boven stretch, dat ik niet meekom met mijn lichaam. Ik wil hier blijven zitten, een beetje schuin. Waarom? Dan kan ik recht langs mijn lichaam op de lat gaan. Ga ik recht zitten, dan is het heel moeilijk voor mij om in deze positie. Ik ga automatisch al, als ik dit doe, dan kom ik niet naar mijn heup, rond mijn heup toe. Dat is wanneer je de lower lat wat meer gaat aanspreken. Dat is echt wel de bedoeling bij deze oefening. Dus stabiliteit en niet meekomen als ik naar boven kom. Dus ik wil in deze positie blijven zitten en niet dit doen. Want het haalt natuurlijk die hele range of motion weg. Het biedt geen meerwaarde dan dat deze oefening doe. Ik moet schuin blijven zitten. Eens zien wat we hieruit gaan halen. Hè. Ja, die voel ik dus wel goed. Oh shit, ik kan je één ding zeggen. Als je intra pakt, suiker zet, dextrin, dan krijg je het zo snel warm. Dat is absurd, man. Dat is echt absurd. Die snelle suikers doen hun werk. Oeh. Grr.
Oh, fuck. Dat is wel een zieke, zieke pomp in mijn lats. Nee, goede cijfers behaald. Ik ga hier 3 sets bij laten. Ik was denk ik misschien nog 4 te doen, maar ik ga stoppen bij 3. Nu ga ik een row variatie doen en ik denk dat ik hetzelfde ga doen als like vorige week en dat is op deze row machine en dan bilateraal werken en proberen net iets hoger gewicht te pakken. Dus dat gaan we doen. Dus net wat meer gewicht op deze row deze week. Ik weet niet of je het kunt zien, maar we hebben hier dus microplates. Ik heb nu de 1 kilo plate hierop gedaan, maar die zijn te dun qua gat voor op deze stang te zetten. Dus ik heb die rond een ander gewicht moeten zetten, maar het zal wel werken. Ja, ik denk dat progressive overload in een bepaalde mate wel belangrijk is, waar dat je het kunt. Rug is vaak een spiergroep waar dat je mensen wel progressie ziet maken, maar heel veel de connectie met de oefening ziet verliezen. Omdat mensen zwaar kunnen heffen op rug, maar geen rug hebben. Nou, ik denk dat als we willen groeien, moeten we steeds goed die controle behouden over de oefening, maar ook de volledige range van de rug gebruiken. En dat betekent dus echt geen momentum gaan gebruiken in zo'n oefening en helemaal je schouderbladen naar voren laten komen onder spanning. Niet gewoon laten vallen, onder spanning naar voren laten komen en bam, naar achter te trekken. En dan daar progressief in overladen. Ik, op zo'n oefening voeg ik liever wat gewicht toe. Nu 1 kilo per kant, wat vrij minimaal is. Als je ziet dat er 80 kilo ophangt aan iedere kant, dus dat is ja, 1 punt wat 25%, wat zeker een mooie marge is. Jesus. Dus daarmee kan ik wel gewoon vanuitgaan dat ik vrijwel dezelfde reps kan behalen. Zie ik dat ik toch een regressie heb in reps, dan hou ik dit gewicht natuurlijk aan voor een rep omhoog te gaan. Maar er komt gewoon een punt op een bepaalde compound oefening dat het met reps omhoog gaan zo moeilijk wordt. En dat gewicht verhogen met dezelfde reps te behouden wel gewoon mogelijk is. En ja, bij rug zie ik dat bij me persoonlijk toch wel wat meer. Dat is niet bij iedereen zo. Hè. Maar bij mij wel. Waarom? Ik heb altijd een goede connectie gehad met mijn rug. Daarom omdat mijn rug ook een van mijn dominante spierroepen is. Die aansturing blijft altijd goed en ik ga niet beginnen met andere zaken te compenseren om dit gewicht te kunnen ophalen. De enige oefening waar ik dat doe, is nummer 1 omdat ik dat fijn vind om te doen, zijn bent over rows. Die ga ik extreem zwaar. Maar ook daar heb ik nog controle. Ook al komt er wat
momentum uit mijn heupen. Maar ik nog zoveel met mijn rug in doen dat het natuurlijk absurd is. Maar genoeg gelul. We zullen wat in de set gaan beginnen. Even zien of de hoogte goed zit. Ja, ik denk het wel. Hoop het toch. We shall see. Oh, fuck. Oeh. Oh. Dat was dus rauw. Ik ga nu nog een lat pulldown doen. En dan op naar het volgende. Lat pulldown. Up next. En eigenlijk meer een upper back pulldown. We zeggen wel lat pulldown, maar ik ga deze net iets breder als schouderbreedte pakken. Wat naar achter leunen, lichtelijk. En dan zo mijn bovenrug pakken. Waarom? We hebben net een unilaterale lat pulldown gedaan die echt close body was, dus lats goed aangesproken. En een bilaterale row, ook weer dicht bij ons lichaam. Dus ook weer die lats goed van ondergepakt. Tuurlijk, de traps zullen ook wat meegewerkt hebben, maar een goede rode lijn die ik altijd volg is, hoe dichter je naar beneden aan je lichaam bent, hoe meer lats je gaat gebruiken. En hoe meer je naar boven gaat en verder van je lichaam weg, hoe meer upper back, mid back traps je gaat gebruiken. En kijk, als je lat pulldowns doen, dan gaat het heel breed gaan. Je gaat natuurlijk buitenkant hier, de teres en zo, allemaal aanspreken. Maar dus, dat is een beetje van, hey, welke plaats van mijn rug wil ik een beetje aanspreken? Zo bekijk ik dat. Ik neem dat gewoon heel makkelijk om te onthouden. Dichtbij, lat. Of je nu van boven doet, van voor doet. Hoe verder weg je gaat, hoe meer midden, boven rug. Dat is een beetje gewoon anatomie natuurlijk, maar heel makkelijk om te onthouden. En als je het gevoel hebt dat je dit en toen zit, maar toch nog bovenrug, gaat je een beetje techniek moeten evalueren. Hè. Dat is
ik denk altijd prioriteit. Dat je een oefening doet, maar wel op de juiste manier en niet gewoon bewegen door de oefening heen. Met intentie de oefening doen. Oké. Dat was rug. Dat is een pompje. Dat een beetje absurd is. Dus daar ben ik wat tevreden mee. Dan gaan we. We gaan nog weer twee oefeningen voor biceps doen. De motherfucking biceps. En dan nog iets voor hier delts erbij doen. Zo. Biceps. Ja, fucking vrij simpel. Hè. Ik ga gewoon een normale alternating bicep curl doen. 3, 4 setjes. Zien hoe dat die aanvoelt. En wat de regressie is. En hard gaan.
Die voelde goed. Ah, fucking hell. Mijn biceps zijn al vrij heftig opgepompt aan de kloten. Ik ga hier hammer, grip, maar met de toe bicep curls doen. En ja, ik ga kijken hoe dat het voelt, want ik heb wel echt een enorme overdreven pomp. Misschien wat ik kan neerzetten qua prestatie en wat de regressie is. Als die oké is, dan doe ik 3 sets. Is het heel fel neerwaarts van de eerste naar de tweede sets, dan doe ik maar 2 sets. Ja, gewoon aankijken. Kijk, als ik, hoeveel reps ik ook haal, als ik daar op een 6 onder zit in de tweede set, en dan weet ik dat die spier gewoon op is en heeft geen nut meer. Ik kan nog wel een derde set doen. Oeh.
Oké. Nog een rierdelt oefening om het af te sluiten. Rierdelt doe ik op eigenlijk drie manieren. Met dumbbells doe ik ze 90% van de tijd supported met mijn hoofd op een bankje, dat ik niet te veel, of eigenlijk quasi geen momentum kan gebruiken. Wanneer doe ik ze niet op een bankje? Als het echt gewoon bezet is, en dan doe ik ze zo. Het merk als je dat zo doet, met je hoofd hierop steunen, dat je direct minder gewicht moet pakken. Als je denkt, oh, ik ben niks aan het gebruiken van de rest van mijn lichaam als ik ze gewoon zo doe. Ik garandeer je dat je gewicht omlaag moet als je dit doet. Ik doe ze nog met de kabel. Unilateraal. Waarom bilateraal in een programma hebben? Beide kanten tegelijkertijd. Laten we eerlijk zijn, wanneer zijn beide kabels tegelijkertijd vrij om die oefening te doen? Quasi nooit. Dus ik doe de moeite nog niet eens om dat in te programmeren. En unilateraal, vaak heb je wel één stack die vrij is. Soms moet je wel even wachten, maar dan kun je nog tussendoor doen. Het zijn maar hier delts. Maar is een groot woord. Uiteindelijk zijn ze wel belangrijk, maar het is niet dat als je die ergens anders gaat schuiven in een training, zeker naar het einde toe, dat het zoveel verschil gaat maken. En dan nog machine. Machine ook hier delts. Als jij die juist, vooral de stoelen juist kunt zetten, op de juiste manier kunt doen, ja, kan dat ook nog heel goed, mijn rierdelts pakken. Dat zijn eigenlijk de drie manieren waarop ik ze doe. Daarbuiten is er niet veel. Hè. Ik bedoel, het is een heel simpele spier om te trainen, maar je moet gewoon bewust zijn dat je niet, en dat echt op de rierdelts gaat en niet alles op de traps wordt overgenomen. Oh, fuck. Dat was de volledige training. Goede pomp. Goede stimulus. Goed naar falen gegaan. Wat we willen. Even die shape. Check nog doen. Oh, fuck man.
niks helemaal. Oh shit. Oh, serieus pompje, maar dat is de off-season.